gezien de agressieve en bijna oorlogszuchtige opstelling van de regering, brengt men nodeloos de gemeenschap in een soort hype, in een soort angst. Natuurlijk houden wij zaken in de gaten en vroeg in de ochtend zagen we de dagorders, we zagen de enorme bewapening. Voor mij waren het die brug vrij kunnen overmaken en ik ben, als ik me een beetje beter voelde, wandel ik rustig naar mijn vrouw Montnor toe. Wat voor, daar schuilt een team en daar zit A-team en daar zit weer een ander team en daar zitten militairen en daar zijn bussen met politiemannen. Weet je, een soort hype kon. En ik zeg dat het niet goed is. En soms zou het misschien zelfs vervelend kunnen aflopen. Tegelijkertijd wil ik dank zeggen, omdat mensen het hebben gezien, voor de grote groep vrienden, militairen, ex-militairen, die gisteravond op mijn terrein waren om mij, mijn vrouw, kinderen te beschermen. Het was zeer hartverwarmend. Ja, we hebben het eens eerder gehad, zij die langer in de partij zijn, toen we in een dergelijke situatie kwamen en de vrouwen onder Gisela Boys, het hele terrein zat vol. Ik wil tegelijkertijd ook de sponsors bedanken, want mensen komen, de mensen moeten eten, ze moeten drinken, wel ze niet daarom komen. Maar de hele hype heeft gemaakt dat gisteren we een vrij belangrijke eenheden daar hadden. En ik heb zelf ook controle mogen uitvoeren. En je zult niet willen geloven in welke posities ik mensen daar heb gezien. We danken daarvoor. Maar het is als gevolg van die hype die gecreëerd is met bussen die in de ochtend vertrokken van het politiebureau X, gewapende mannen en terwijl het echt helemaal, naar mijn mening, nodeloos was. Uw advocaat in die 8 decemberzaak heeft aangegeven dat er hoger beroep wordt aangetekend. En mijn vraag nu is, volgens de kreisraad is in die verzetzaak, zijn er geen nieuwe inzichten door u naar voren gebracht. Indien het hoger beroep komt, zullen we daar wel nieuwe inzichten van uw kant mogen verwachten? Met betrekking tot het hoger beroep, de zaken betreffende mijn advocatenteam, die weten van wanten en die zullen natuurlijk, wanneer de tijd daar is, de koppen bij elkaar steken om te kijken hoe dat varkentje verder te wassen. 20 jaar gevangenisstraf en de gevangenneming eventueel, die staan nog steeds overeind. Hoe kijkt u daar tegenaan? Over de kwestie van het vonnis. Laten we niet op zaken vooruitlopen. Er is een vonnis geweest. Er is een vonnis. Het staat daar zo groot als een huis, zeggen ze nog. Het staat er. De mensen hebben hun reden om het daar te laten staan. Wij wachten af met onze deskundigen om te kijken hoe daarop te reageren. Dus gelooft u me, ik maak me daar echt geen zorgen om. TVK program Imro Nasrullah jo Rotterdam ke rahine wala hai to Cloud TV par sabhi Bollywood Pakistani channels se aur aise bahut se channels sabhi khas Suriname ka channels sabhi Suriname ka news se jo ye khas decoder pe logo ko milta hai to is par Radio Studio Sangam ka program bhi aap log sun sakte hain Cloud TV ke zariye se Cloud TV jisme sabhi Asian channels hote hain aur beshak Suriname ka
oude Janneke Suriname, Sabi channels, of Sabi Bollywood, Sabi Pakistani, Mazhabi, Dharmi channels, Yoroge, Kasose, Deknechate, Sunnechate, Radio Bihote, Jisper Radio Studio Sangamka program, Aap Sun Sakte, Beshake, Cloud, TVP, Cloud, Eka Kesat, KL, OUD, TV. Cloud TV. Sei wala nahi balki K jo hai K L O U D. Cloud TV ke zariye se aap Radio Studio Sangam ka program bhi sun sakte